Dit is de Vlaamse Femke van den Driessen. Ze werd in eerste instantie eerste tijdens het EK veldrijden in Huibergen. Maar later bleek dat zij een motortje in haar fiets had. Vooral bergopwaarts kon ze het verschil maken. Hier van den Driessen die afstand neemt van Harris. Ja, en dat zijn ineens een pak seconden. Maud Kapteins werd tweede, maar was dus eigenlijk eerste. Een echt moment op het podium als nummer 1 heeft ze nooit gehad. De moment van Huibergen, daar haal je nooit meer terug. En dat is toch ook wel zonde, denk ik. Maar dat is nu helemaal zo. En dus besloot ze in Bergijk haar alsnog te huldigen. Nou, in mijn eigen dorp, dat is misschien nog wel veel mooier als in Huibergen. Maar ik ben toch blij dat ze toch wel iets voor gedaan hebben. En beter laat dan nooit, zeggen ze dan. Femke van den Driessen, die zien we niet meer terug. Ze heeft haar fiets aan de wiel gehangen. En de Internationale Wielerunie heeft haar geschorst voor 6 jaar. Yes, doe het, yes.